Dit is de afsluiter van het silo-project. En in plaats van één silo heb ik de eer gehad om de drie naast elkaar te mogen doen in een week. Het tiende en laatste kunstwerk dat deel uitmaakt van de Silo Art Tour door de Achterhoek is donderdagmorgen in de gemeente Montferland onthuld. Kunstenaar Colin van der Sluis heeft in één week tijd drie silo's van mengvoederbedrijf Gijs in Azewijn omgetoverd tot heuse kunstwerken. Ik voel me wel behoorlijk vereerd dat je als afsluiter aan de gang mag, zeg maar. Dan heb je wel, net als met een festival of zo, denk ik, dat je wel denkt of je nou de eerste of de laatste bent, het maakt niet zoveel uit. Maar ik denk wel van oké, als het een afsluiter is, dan moet je wel alles geven wat je hebt. Op de linker silo staan na een week hard werken knoppen en bloemen. De vogel op de middelste silo kijkt naar de toekomst, maar ziet daar op de meest rechter een oude Azewijnse molen. Aan de hand van oude zwart-wit foto's zit dus rechts op de rechter silo zit de molen. En eigenlijk is dat ook in het verlengde van waar die vroeger heeft gestaan. In het midden zit de patrijs. Die hier heel graag rondrent in de buurt. En ik vond die met zo'n mooie oranje kop, wat ook weer lekker contrasterend is met het blauw. Met Montferland hebben in totaal 10 gemeenten in de regio nu een eigen silo art kunstwerk. Van het bedrijfspand van PPF in Doetinchem tot de boerderij van de familie Reusink in Aalten. Elk kunstwerk is uniek en is gemaakt door een andere kunstenaar. Ik kan ervoor kiezen om één kunstenaar alles te laten doen, maar wij vonden het vooral heel leuk om verschillende stijlen, verschillende achtergronden. In die zin komt eigenlijk alles wel aan bod, van portretten tot dieren, tot natuur, tot alles, landschappelijke elementen. Het maken van het kunstwerk was voor Colin, die nooit eerder op een silo heeft gewerkt, een flinke uitdaging. Niet alleen kreeg hij te maken met een hittegolf, ook was het canvas niet makkelijk. Nou, het was wel even puzzelen, omdat het natuurlijk totaal anders is dan een muur. Want dan kun je hoogwerken, kun je het midden zetten en dan kun je van links naar rechts, A tot Z, overal kun je bij. En omdat het nu rond is, moet je constant schakelen. Omdat je wat je links hebt gemaakt, kun je niet zien als je rechts bezig bent. Dus je moet eigenlijk gewoon in soort stukjes denken en heel vaak afstand nemen om te kijken of alles klopt. Nu de molen, bloemen en patrijs op de silo staan, is de tour, die in 2020 startte, compleet. Voorlopig is de silo in Montferland de laatste. En dat zorgt bij de projectleider voor dubbele gevoelens. Ook een beetje gek dat het nu ophoudt en klaar is. En dat is wel raar. Ja. Maar ook heel leuk dat mensen de routes kunnen gaan fietsen en rijden. En dat ze kunnen zien van wat er allemaal in de Achterhoek te doen is. En dat ze het kunnen combineren met iets. Dus ook blij.